Dames en heren, op 12 september jongsleden presenteerde productiehuis Prot.nu een nieuw programma hier in de Nieuwe Vorst. Speeches heette dat programma. Daar gaan we direct een mooi voorbeeld van zien. Maar de mensen achter dat productiehuis, achter Prot.nu, zijn Esther Bruls en Piet-Jan Duzé. En Piet-Jan Duzé is hier om even met ons te praten over wie, wat, waar, hoe en wanneer. Piet-Jan Duzé, dames en heren. Hi Piet-Jan. Pak een microfoon. Het genot van spreken in eenrichtingsverkeer staat er op de site. Zes korte alleenspraken, een hommage aan het leven en aan de reden. In simpel Nederlands? Nou, liefst. Het idee van de speeches is eigenlijk heel simpel. Je krijgt zes speeches van zes à zeven minuten. En die proberen we zo uitgebeend mogelijk, zo puur op de taal mogelijk te brengen. Dus alles is gericht op de spreker en op zijn verhaal. Geen verbindingen, geen discussie, eenrichtingsverkeer. De spreker zendt uit, het publiek ontvangt. Puur op de taal. Dus het gaat om de schoonheid van de taal. Het gaat over de eigenheid van de taal, de schoonheid van de taal. We hebben telkens zes gasten. Totaal verschillende achtergronden. We hebben onderling afgesproken het gemeenschappelijk uitgangspunt. Een thema voor elke middagavond. Want de sessies zijn rond vijf, hè? Het gaat gebeuren. Nu wat de 12e was natuurlijk een zaterdag, opening van het seizoen. Het gaat gebeuren hier in de Vorst. Elke eerste vrijdag van de maand. Smiddags om 5:00. En om 5:50 zijn we klaar. En het gaat gewoon in één trein door. En Leonard Bedeau, cinema. Niet onbekend. Niet onbekend. Die heeft een soort trailer gemaakt, die landeert het eigenlijk. En voor de rest is het gewoon puur speeches. Dus de een volgt de ander op en we zijn klaar. Ander op. Zijn ze daarna, zijn die speeches daarna dan ook nog ergens terug te zien? Of zijn ze vluchtig en verdwijnen ze in de lucht? We hebben ze allemaal. Dus vandaar ook dat we er direct ook eentje kunnen doen. We hebben ze ook opgenomen. Maar we willen in eerste instantie naar de makers zelf toe vrij zorgvuldig zijn. Dus we weten nu precies hoe we het gaan inzetten, maar we hebben het wel zo gedocumenteerd dat het ook kan. Goed, goed. Wanneer weer en met wie? Aanstaande vrijdag is het dus 2 oktober, denk ik. Ja. Dus minstens om 5:00. Dan hebben we onder andere Doortje Zailam. Is een van de jong ambassadors van Tilburg. We hebben Marcel Roefsema. Acteur, theaterschrijver, taxichauffeur uit Eindhoven. We hebben onder andere Boy Jonkergouw. Victorien van Huls, directeur van de Festival Boulevard. En we zijn nog met... wie vergeet ik? Esther Porselein. Esther is er ook bij de volgende keer. Denk het wel. Wanneer? Ook alweer volgende week. Vrijdag 2 vrijdag oktober. Om 2:00. 5:00. 2 oktober om 5:00. 5 oktober om 2:00. Nee. 2 oktober om 5:00. 2 oktober om 5:00. En dan heel even naar Esther nu. Ja, want dat is mijn volgende vraag. Dus we hebben de eerste aflevering de 12e gedaan. Toen heb ik zelf een speech gedaan. Maar ook Mabouba, meisje, Afghaans meisje uit het asielzoekerscentrum in Oosterwijk. Een hoogleraar landbouw uit Wageningen. In ieder geval als laatste kwam Esther Porselein die dag. Lag het spoor in Rotterdam helemaal vast. Dus uiteindelijk is Esther heeft haar optreden via de telefoon gedaan. En datzelfde kun je nu live beleven. Dat gaat dus nu live gebeuren. En de impact was toen bijzonder, heb ik begrepen. We gaan dus nu een voorbeeld zien van de eerste aflevering van Speeches door productie Prot.nu. Dankjewel, Piet-Jan en Esther, waar ben je? Succes. Alsjeblieft. Microfoon. Hij is aan. Mooi. Dit is hem. Hij heet Verplaatsen en serieus genomen worden. Het thema was reizen, in brede zin. Op mijn 4e emigreerde ik met mijn ouders naar Australië.
We zouden regelmatig terugkomen in Nederland. En we zouden uiteindelijk op mijn 13e weer permanent in Nederland gaan wonen. Dus in feite was het eerder een hele luxe verhuizing naar een tweede huis. Van het eerste jaar kleuterklas op een Montessori-school voor VPRO-kinderen in Amsterdam ging ik naar het Britse klassikaal onderwijs in Adelaide, inclusief schooluniformen en juffen die stokken vasthielden en de letters op het bord mijn hoofd in timmerden. Ik sprak nog geen Engels, maar ik vond het er geweldig. En binnen een paar maanden tijd was mijn Engels net zo goed als mijn Nederlands. Australië is een enorme smeltkroes. En ook op de school zaten heel veel kinderen met verschillende nationaliteiten. Er waren Italianen, Grieken, Chinezen, Indonesiërs, Turken. Er was een meisje uit Fiji. Er zaten Aboriginal kinderen op de school. En ook kinderen die waren gevlucht uit Iran en andere Midden-Oosterse landen. Veel kinderen kwamen uit moeilijke omstandigheden. Ik niet, maar ik was dan ook geen vluchteling. Ik was het Nederlandse meisje en ik kreeg vaak de vraag: "Do you live in a windmill?" Of "Why aren't you wearing clogs? Where are they?" Als we zo af en toe terug waren in Nederland, dan ging ik hier weer naar school. Ik had in beide landen vriendjes en vriendinnetjes, maar in Nederland werd ik heel erg gepest. In eerste instantie werd ik gepest omdat ik zo klein was en ben. Maar het kwam voornamelijk door mijn opdonderigheid. Ik hapte altijd. Ik werd elke dag wel uitgescholden voor lelijke trol, klein kutkind of stomme dwerg. Toen ik later bij mijn grootste pester in de middelbare schoolklas belandde, werd het alleen maar erger. Hij had gehoord dat ik een vriendje had en vroeg meteen: "Is hij blind of zo?" Kijk, ik deed er ook heel weinig aan om het pesten te stoppen, want aan docenten had ik bijna niets. Die zagen het niet of pakten het onhandig aan door bijvoorbeeld tegen de pester te zeggen dat ik huilend aan was komen zetten na school. Natuurlijk het laatste wat je moet doen, dus als die docenten zitten, nooit doen, nooit doen. Ik had altijd een weerwoord klaar, kwam voor mezelf op en vertikte het om niet serieus genomen te worden. Hierdoor bezit ik, denk ik, nog altijd de onverwoestbare drang om serieus genomen te worden en op te komen voor diegene die niet serieus genomen wordt. Ook heb ik een wellicht wat overgevoelige radar voor situaties waarin mensen onterecht in een slachtofferrol worden geplaatst. Dus met goede bedoelingen een ander mens totaal niet serieus nemen. Vanochtend zag ik een foto op Facebook verschijnen van een spandoek met daarop geschreven: "Treating refugees as the problem is the problem." Daarna las ik met een schuin oog een tirade van een man die zich verwonderde over de hoeveelheid smartphones en selfie-sticks van de bootvluchtelingen. Daarna las ik de handleiding van gastgezinvoorvluchteling.nl. Hier een greep uit die handleiding. 1. U wordt gekoppeld aan een vluchteling uit de Amerika-hal. Uw vriend is nog maar kort in Nederland. 2. U kunt de wifi-code geven aan uw vriend, zodat hij ook toegang heeft tot het internet. En 3. Uit respect voor mensen met een moslimachtergrond en voor de duidelijkheid is het beste om iets met kip en basmati-rijst te maken. Grote kans dat uw vriend dit lekker vindt. Toen begonnen mijn billen een beetje te jeuken van ongemak. Vluchtelingen zijn geen zielige, hulpeloze peuters die de oversteek vanuit 1789 naar 2015 hebben gemaakt. Natuurlijk hebben ze smartphones. Zijn ze daardoor niet vluchtelingerig genoeg voor de social media? Het zijn op dit moment over het algemeen redelijk hoog opgeleide, jonge volwassen mannen die ook opgegroeid zijn met het internet. Heel precies weten waar ze naartoe willen en hoopvol zijn gemaakt met iets te mooie verhalen over Noord-Europa en, afhankelijk van waar ze vandaan komen, veilig willen zijn of een beter leven wensen. Dit zijn geen zielige, naïeve poppetjes. Dit zijn artsen, geneeskundestudenten, advocaten, vaders, loodgieters, ingenieurs en schrijvers die het risico dat ze doodgaan tijdens de overtocht op de koop toenemen. Ze zijn enorm zelfstandig en moedig. Zitten er mensen tussen die helemaal geen onveilig land ontvluchten, maar gewoonweg een beter leven willen en geld willen sturen naar hun achtergebleven familie? Vast wel. Is dat zo erg om te zeggen? Waarom? Het zijn mensen. Doodgewone mensen zoals jij en ik. Aardige en onaardige mensen. Hetgeen waar de vluchtelingen om vluchten is hun vrijheid, hun menselijkheid. Behandel hen dan ook menselijk. Menselijk betekent niet als jonge hongerige puppy's, maar als volwaardige, autonome en weldenkende mensen. Als je hen die vrijheid ontneemt, dan neem je hen niet serieus. En dat is, mijns inziens, het ergste wat je kan doen. In Australië was iedereen vreemd, maar iedereen was Australiër, ook ik.
Eerst dacht ik dat het aan mijn kansrijke achtergrond lag. Dat ik daarom al zo vroeg goed Engels sprak. Of dat het aan mijn vrije opvoeding lag, waardoor ik als Joods meisje toch gewoon meedeed aan de kerstviering in het traditionele Australië. Maar nee, het lag niet aan mij. De echte immigrantenkinderen en de kinderen van vluchtelingen deden precies hetzelfde, ongeacht afkomst. Ze spraken allemaal goed Engels. Ook de ouders. En geen enkel moslimvriendinnetje droeg een hoofddoek. Iedereen werd daar toen serieus genomen. Maar er werd ook iets verwacht. Aanpassingsvermogen en autonomie. De situatie in Australië is natuurlijk nu wel wat veranderd. Hun immigratieregeling is streng geworden. Toch is de samenleving daar een goed voorbeeld. Als het daar kan, kan het hier dan ook. Wellicht als we mensen blijven zien als mensen. Dat betekent dus zonder onnodige veroordeling, maar ook zonder luizenmoederig medelijden. Dank u wel. Dank u wel, Esther. Esther Porcelein, dames en heren. Na 30 jaar films uitzoeken en programmeren, vertrok Bert Goesens uit Cinecita als programmeur. En er is een nieuwe man. En die nieuwe man heet Jasper Naikens. En die nieuwe man is hier. En Twan bevraagt hem. De microfoon, die doet het ook nog bij jou? Ja, ja? Bij mij ook. Sinds 1 juni hè, ben je de programmeur, de nieuwe programmeur van Cinecita. Ja, die heeft zo'n 30 jaar gedaan, wat Nol al zei, Bert Goesen. Ben je ervoor gevraagd voor de job? Ja, ik ben er inderdaad voor gevraagd. Ik hoorde dat er al heel veel mensen... Ja, Bert heeft natuurlijk de Cinecita een tijdje geleden verkocht. Is wel aangebleven als programmeur. Maar het was natuurlijk duidelijk dat hij op een gegeven moment zou vertrekken. Ja. Dus er zijn door heel Nederland eigenlijk al brieven naar Cinecita gestuurd. Wat als Bert weggaat, dan kunnen wij het overnemen. Ook mensen uit Amsterdam, Breda, noem maar op, Vlissingen. Maar Paul Vermeij die had, en dat vind ik ook volkomen terecht, die zei, ja, ik wil eigenlijk iemand hebben, wel met het netwerk in de Nederlandse filmwereld, maar wel een Tilburger. Ja. En waarom ben jij nou juist de juiste man? Nou, omdat ik het allebei heb. Ik ben natuurlijk van jongs af aan opgegroeid in de filmwereld. Als zoon van producent en regisseur Hettie Nijkers-Retel Helmrich, neefje van Leonard. Dus straks was je nog niet, is hier wel even aan de orde geweest. Ja. Heb ik de film gezien. Film van Tom America, ja. Dus ik zit er eigenlijk vanaf mijn zesde al wel in. Film is bij mij echt wel met de paplepel ingegoten. Ja. En vandaar dat Paul ook zei van ja goed, je hebt echt die kennis om... plus inderdaad, je kent iedereen ook in Amsterdam, om die films hier ook goed binnen te halen. Ja. Nou, dat was 1 juni, toen ben je begonnen. Hoe is het dan om iemand op te volgen die 30 jaar dit gedaan heeft? Dat zijn enorme schoenen natuurlijk om te vullen. Dat is echt... Hij is ook een ontzettend gerespecteerd man in Nederland. Hoor. Je merkt ook gewoon bij distributeurs. Bert Goesen was iemand in Tilburg die... die wist alles. Die mm-hmm. rookfilm, proefde film. Dat was... Ja. Mensen gingen daar echt vanuit. Ja, precies. Dus, en dan kom ik natuurlijk als 32-jarig jongetje net om de hoek kijken. Maar hoe is het dan gegaan met Bert? Je bent daar gekomen? Ik ben daar gekomen. Hij heeft mij gewoon even meegenomen. Kijk, het programmeren is niet alleen maar films kijken. Je moet ook een compleet programma opstellen. Je moet ook zorgen dat de tijden kloppen, dat de zalen kloppen, dat je ongeveer weet van nou, deze film gaat zoveel mensen trekken, dus die moet in zaal 1. Deze film gaat zoveel mensen trekken, dus die kan je in 3 stoppen. Het is een hele puzzel. Een organisatievraagstuk ook. Ja, ik sta elke maandagochtend om 5 uur op en dan maak ik 1 grote sudoku-puzzel, want dat is het eigenlijk, om 9 uur de distributeurs te kunnen bellen en precies aan hun door te geven welke tijd hun film bij Cine zit te draaien. Maar hij heeft een bepaalde programmering. Ja. En die heeft hij jou verteld? Of Ja, hij heeft me toen meegenomen. Hij zegt van ja, ik ga je gewoon in het diepe gooien. Want dit moet je gewoon leren. Dus ik zeg je niks. Ik zeg ook niet welke film. Je hebt de cijfers, daar kan je bij. Je kan daar een beetje kijken. Maar hij wilde mijn gevoel ook een beetje... Dus heb jij daar zelf ook een programmering gemaakt? Ja, toen heb ik mijn eigen soort schaduwprogrammering gemaakt met hem. En de grap was eigenlijk dat heel vaak het bijna identiek was. Zelfs qua tijden dat het maar een kwartiertje scheelde. Dus daar was hij wel heel blij mee. Ja.
Want dat betekent dat we ook gewoon qua filmsmaak echt wel op één lijn zitten. Ja, maar je hebt toch eigenlijk je droomjob gevonden? Als je met de... ja, dat zag je ook aan het aantal mensen die die brief hadden gestuurd om deze functie te krijgen. Je gaat naar Cannes, echt... je gaat naar Toronto, je gaat naar Berlijn, al die filmfestivals. Ja. Nou, je komt op zo'n groot filmfestival aan in Cannes. Ja. Ja, wat gebeurt er dan? Je krijgt een pas en daarmee kan je onbeperkt films zien. Het zijn allemaal films die pas een half jaar later, een jaar later... in Nederland in de bioscoop worden uitgebracht. Hoeveel films worden daar gedraaid dan? Daar worden honderden films. Het is ook onmogelijk om ze allemaal te kijken. Meestal krijg je een lijst van... Nou, deze films komen zo... Kijk, we zijn wel afhankelijk van een Nederlandse distributeur. Een distributeur haalt dus eigenlijk de film uit het buitenland hier in Nederland. En die plaatst ze vervolgens in allerlei filmtheaters. Ja. Maar jij gaat daar eerst kijken wat is geschikt voor Tilburg. Ja, precies. Wat is geschikt. Precies. En je ziet gewoon al films inderdaad een half jaar voordat ze uit worden gebracht. En dan moet jij eigenlijk die beslissing elke keer maken. Ja, en wat zijn dan jouw criteria, Jasper? Kwaliteit is gewoon enorm belangrijk. Het is echt... de film moet iets met je doen. Je moet eigenlijk de zaal uitlopen met of een vraag of een bepaalde emotie. Het moet je echt wel hebben geraakt. Ik vind dat is de kwaliteit. En of dat nou het camerawerk is, of goede acteurs, of de muziek, maakt mij niet zo heel veel uit. Maar het moet wel even dat sparkje. Maar het kan bijna niet anders. Kwaliteit, de een vindt het goed, de ander niet. Dan dat jouw persoonlijke mening daarin heel zwaar moet Dat is eigenlijk het moeilijkste. Omdat je dus eigenlijk, iedereen heeft een eigen smaak. Ja. En die smaak is niet... Maar je kunt er niet uitsluitend op jouw persoonlijke smaak. Nee, maar ook het publiek van Cinecita is ook gewoon heel divers. Dus je moet eigenlijk zorgen dat iedereen een beetje aan zijn trekken komt. Maar het is altijd heel moeilijk om voor alle monden te koken. Maar het is een... Je moet de balans eigenlijk vinden tussen dat je zegt van nou, we zijn een arthouse, dus dat moeten we ook waarborgen. Er zijn ook films waarvan je eigenlijk op voorhand weet van nou, gaan heel weinig bezoekers trekken, maar het is eigenlijk wel gewoon een film die hier ook moet draaien. Ook al heb je maar 20 of 30 bezoekers, moet je dat toch gewoon doen. Ik bedoel, als je kijkt naar een Pathé en Euroscoop, die kijken gewoon puur alleen naar cijfers. En die zeggen, deze film, want die gaan heel veel opleveren. Doen ze dat vervolgens niet. Na een halve week schrappen ze zo'n film. Ja. En ik geef wel elke film ook echt de ruimte. Want soms duurt het ook gewoon 3-4 weken voordat de film begint te lopen. Daar is weinig marketingbudget dat erachter zit. Dus dat moet echt mond-tot-mond reclame, moet dat... een publiek bereiken. Ja, en doen alle arthouses het zo? Of, Er zijn er ook wel die ook heel erg op cijfers zitten. Ik weet dat in Amsterdam is het allemaal wat meer ellebogen. Er zijn er natuurlijk ook heel veel. En die moeten hun hoofd ook wel een beetje boven water houden, omdat ze met zoveel zijn. Maar ja, Tilburg in ieder geval gaat het op deze, op deze manier. Nee, en wat is dan jouw, als ik dat dan mag vragen, jouw persoonlijke smaak? Wat is welk genre? Dat vind ik heel moeilijk. Het is ook hetzelfde als mensen vragen van... wat is je lievelingsfilm? Wat is de beste film? Daar geef ik meestal geen antwoord op. Maar een genre is iets uitgebreider dan een specifieke film. Ja, nou ja, goed. Kijk, de Cinecita films, dus zeg maar het arthouse. Dus echt kwaliteit hoog. Inderdaad, films die in Cannes draaien, die in Berlijn prijzen winnen. Dat genre is wel wat mij aan de gang spreekt. Ja. Nou, het draait momenteel in Cinecita J. Kessels. Ja. Dus een hele rauwe road movie tussen Tilburg en Hamburg. Ja. Vrijdag was de Rode Loper première. Ja. Daar waren we bij. Heel gezellig, met een zingende Frank Lammers en Erik de Bruin. Ja. Ongelooflijk wat ze kunnen zingen eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ja, daar stond iedereen verbaasd van. Ja. Erik de Bruin stond op het podium als rock en rollen. Ja. En iedereen zei, is dat dezelfde regisseur als die net inderdaad ook nog op het podium? Precies, heel verrassend. Ja. Maar ja, de film heeft heel veel aandacht gekregen en heeft hij nog. Maar hij krijgt geen beste kritieken. Nee. En toch draait hij... Wat vind jij van die film? Ik vind hem eigenlijk wel heel goed. Hoor. Ik ben het niet eens met recensies, moet ik eerlijk zijn. Het is, kijk, het boek is natuurlijk een beetje... Het is literatuur verpakt in pulp. Dat heeft hij met de film ook gedaan. En als je de eerste keer de film ziet, dan denk je... God, wat een... raar filmen, voetbal en frikandellen. En het is allemaal heel rauw en smerig. Maar ik heb de film eigenlijk toen nog een keer gekeken. En dan zie je veel meer de gelaagdheid erin. En ook je moet de hem vaker zien. Ja, eigenlijk wel.
En dan zie je eigenlijk meer de dingen erin van... de teksten die hij gebruikte uit de country muziek. En, ja, dan gaan de cijfers wat dan. Dat is goed voor de cijfers. Als iedereen ja, nou ja, eigenlijk wel. Dus ja. Misschien moeten we een actie doen of zo. Ja, ja. Maar hij is in ieder geval wel meteen al door jouw criteria gekomen. Ja. Is dat ook omdat het over, ja, omdat hij deels in Tilburg opgenomen is? Of? Tuurlijk speelt dat natuurlijk wel mee. Je ziet natuurlijk het publiek. Dit is ook een film waarvan ik als Tilburger zag... van dit is een film die eigenlijk elke Tilburger moet zien. Ja. En dat is natuurlijk ook een criteria. Nee, ja. Natuurlijk, het is... Er valt niet heel veel te zien overigens trouwens. Nee, het is niet dat over het heel Tilburg. Bekend is. Maar het is wel dat het heel duidelijk is van... oh, dat is daar gedraaid. Of dat hij hele grote shots met een vliegtuig heeft gemaakt over Tilburg. Maar toch is het wel een Tilburgs verhaal. Ja. Je had net over... was het niet eens met de filmkritiek met betrekking tot deze film. Wat vind jij is de algemeenheid van de Nederlandse filmkritiek? Heel veel filmmakers die lezen de kritieken niet eens meer. Die zeggen van Nederland, dat zijn de grootste... Ja, of ze zeggen dat ze het niet lezen. Maar dat zijn de grootste azijnzeikers in Nederland. Maar, zei ze vrijdag ook, hè? Ja, vrijdag zei Erik de Bruin dat ook. En die zei ook van... Maar ja, goed, het is ook wel typisch. Als je kijkt bijvoorbeeld naar zijn eerste film Wilde Mossels... werd ook helemaal afgemaakt in de pers. Won vervolgens in Moskou een prijs. Toen in Amerika ging de hele wereld rond. Hier hebben ze geen verstand van. En nu is het in één keer... 10 jaar later, of hoeveel jaar later, is hij digitaal geremasterd. Wordt hij nu op het Nederlands Filmfestival helemaal ingeprezen. Ja. Dat ik denk, en toen hij uitkwam, was niemand er enthousiast dus over. Dus de filmcritici moeten ook meerdere malen kijken en of het... misschien wel. Ja, incubatietijd nodig misschien? Ik vind het ook heel moeilijk dat vergelijken. Daarom ben ik ook altijd een beetje zo... ze geven meestal zo'n sterren. 5 sterren of 4 sterren of 3 sterren. Maar je gaat dan eigenlijk appels met peren vergelijken. Want mensen kijken dan toch in de krant van... oh, die heeft 4 sterren. En ze lezen het verhaal vaak niet eens meer. En maar kan ik stellen dat je over het algemeen wel kritiek hebt op de filmcritici? Daar heb ik zeker wel kritiek op. Maar dat, kinderfilms, zei jij, dat je daar iets mee willen gaan doen. Dat is ook iets... We hebben een iets, klein voorgesprekje gehad. Precies. Ik ben 3 weken geleden voor de 2e keer vader geworden. Dus dat kwam er ook nog even bij. Maar gaat hij nu al naar de film dan? Nee, die gaat nu nog niet naar de film. Maar die wil ik natuurlijk wel, als hij oud genoeg is, dat hij gewoon bepaalde... er wordt ontzettend veel... In de wereld worden echt hele goede kinderfilms gemaakt. Maar Walt Disney zal het niet worden dan? Nee. Maar goed, als je kijkt naar een filmfestival als Cinekit in Amsterdam... en hoeveel goede, bijvoorbeeld Scandinavische kinderfilms er worden gemaakt... die nooit hier in Nederland worden uitgebracht. Je ziet dat de kinderen steeds meer inderdaad gedisnificeerd worden. Ja. Als er een 500.000 euro marketing achter zit... en er zijn poppetjes van te kopen in de winkel... dan gaan kinderen naar die film toe. Nou, je wil niet zeggen dat Walt Disney slechte kinderfilms maakt... maar het is past niet bij het arthouse. Nee, maar goed, er zijn ook heel veel films die dat niet kunnen... maar wel dat kinderen die gewoon moeten zien. En ergens heb je daar ook een beetje een opvoedkundige taak, vind ik... om kinderen te leren dat er ook meer is dan alleen die Disney-films... waar je ook poppetjes van kan kopen en apps van kan downloaden. Ja. En er zijn heel veel kinderen die bijvoorbeeld naar Cinekit gaan... en zeggen van, goh, ik wist het eigenlijk helemaal niet. Dit zijn hartstikke leuke films, hartstikke goede... Waarom draai je die niet in Pathé? Waarom draai je die niet in Euroscoop? Ja, die doen dat gewoon niet, omdat ze er te weinig geld mee hebben. Dus dat is een mooie uitdaging voor jou om die, om die parels te zoeken? Om die parels inderdaad uit te zoeken en naar Tilburg te halen. Ja. Nou ja, je kunt er me heel veel passie over vertellen, Jasper. Ja. Ik wens je en denk namens het hele publiek heel veel succes. En ik denk dat we ook wel op mogen vertrouwen dat het goed komt. Oké, dankjewel. Oké, welkom. Dames en heren, we zijn nog niet klaar. We gaan nog naar het laatste optreden van Tom Sanderman luisteren. Weer een speciaal voor hem gecomponeerde compositie. En blijft u alsjeblieft daarna nog even zitten. Dames en heren, Tom Sanderman. Thank you.
Dankjewel, Tom. Tom Sanderman, wij gaan nog van jou horen. Dat is niet zo moeilijk.